Cyprus kent een best wel lage criminaliteitscijfers. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, positief als vanzelfsprekend, want wat je zegt, onze cijfers zijn laag en afgelopen jaren ook tot mijn grote geluk gedaald. Eerst hebben we dat lang geweten aan corona. Mensen waren veel meer thuis, letten meer op elkaar. Maar die trend heeft zich ook na corona toch wel doorgezet. Dus daar kan je natuurlijk als burgemeester alleen maar ontzettend blij mee zijn. Ja. De laatste maanden is wel, heeft de politie het over een inbraakgolf hier in Nieuwekerk aan de IJssel. Herkent u dit signaal? Ja, we zien nu inderdaad, na dus een aantal jaren een scherpe daling, dat er nu weer een opflakkering is. En ook daarbij, ook het publiek, doe ik echt de oproep. Let op je eigen spullen, sluit goed af, denk aan de bovenlichtjes, doe een lampje aan. Als je weggaat, let ook alsjeblieft op de spullen van de buren en meld. Zodra je verdachte situatie ziet, melden alsjeblieft. Ja, ja, van inbraak, dan gaan we naar de wat grotere criminaliteit. Op dit moment wordt er heel nauw samengewerkt door de gemeente, team veiligheid, de handhavers, samen met de Omgevingsdienst Midden-Holland en de politie. Eigenlijk tegen de ondermijning en drugscriminaliteit. Is dat het grootste speerpunt voor u op dit moment? Nou, misschien nog niet zozeer het grootste, maar het is echt wel een heel belangrijk speerpunt. Die ondermijning is, nou ja, het woord zegt het al, haalt het vloerkleed onder de rechtsstaat en dus onze democratie weg. En dat is ernstig. En willen we een mooie, fijne, goed leefbare samenleving zijn, dan zul je echt werk moeten maken van ondermijning. En ik ben inderdaad heel content dat we onze samenwerking met politie, maar inderdaad ook een omgevingsdienst, dat kan overigens ook een belastingdienst zijn. Nou, kortom, er zijn vele partners verstevigd hebben. Maar zeker met de politie, vind ik, hebben we een hele goede nauwe samenwerking opgezet om op dit onderwerp de goede, scherpe dingen te doen. En ook daarmee te laten zien dat je hier op het punt van ondermijning niet zomaar je gang kan gaan. Nou, burgemeester, er zijn een aantal vondsten afgelopen jaar geweest. Is het nou een druppel op een gloeiende plaat of is het juist het resultaat van het beleid waar u mee bezig bent? Ik heb niet de illusie dat we alle problemen rond drugs en andere ondermijning helemaal opgelost krijgen. Maar het is zeker meer dan een druppel op de gloeiende plaat. Alleen dat signaal, wat ervan uitgaat, dat je, wat ik net al zei, niet zomaar je gang kan gaan. Dat doet ertoe. We zien ook dat we daarmee inderdaad het beeld opbouwen van in Zuidplas wordt toch op je gelet en je loopt een gereden kans dat je een keer aan de beurt bent met onze integrale controles of ook meldingen. Ook naar het publiek vind ik het belangrijk om te laten zien dat ik erom geef, dat we het belangrijk vinden en dat melden de zin heeft, want ook hiervoor geldt weer. Meld alsjeblieft als publiek, en dat kan anoniem, hè? Meld misdaad anoniem. Kan je ook je verhaal kwijt op het moment dat je denkt dat zaken niet in de haak zitten. Niet pluis zijn. Ja, ja, want de afgelopen jaren zijn er meerdere keer chemische stoffen bij drugslabs, hè, zoals bijvoorbeeld Albert van het Hartweg in Nieuwekerk. Dat zijn chemicaliën. Is dat niet een groot risico? Ja, dat zijn grote risico's voor de omgeving. Dat is dus ook echt een grote drijfveer om hier werk van te maken. Want je ziet inderdaad al te vaak dat er met brandbare stoffen of anderszins giftige stoffen gewerkt wordt. Ja, die moeten niet aan denken als dat in een woonwijk verkeerd gaat. We zien ook stortingen soms van diezelfde drugsafval in de natuur. Dat brengt grote schade en daar ook grote kosten met zich mee. Kosten die jij en ik als inwoners van deze gemeente ook met elkaar hebben te dragen. Dus er zijn stuk voor stuk goede redenen om het niet allemaal gewoon te vinden en er echt werk van te maken. Ja, bij de begroting werd het ook aangehaald. Deze stoffen worden vaak, als ze niet meer nodig zijn, gewoon gedumpt ergens. Ja. Ja, dat kost heel veel geld en ja, u tracht dat te verhalen, maar hoeveel euro hebben we het dan over en kunt u dit verhalen? Ik kan je vertellen dat we al opruimacties hebben gehad die rustig 100.000 euro kunnen kosten. Dat is veel. En dat is heel, heel erg veel, want het is allemaal gemeenschapsgeld wat wij hier met elkaar opbrengen. Maar we hebben ook gelukkig acties gehad waarin we ook weer een deel van die kosten konden verhalen. Mm-hmm. Omdat er een dader in beeld was. En dat zullen we dan in zo'n situatie ook beslist niet nalaten.
Overigens ook omdat daar een hopelijke preventieve werking van uitgaat. Maar het is ook natuurlijk de schade die, naast de financiële schade, de natuurschade, of ik zeg al, het risico wat je daarmee genomen hebt voor je eigen woonomgeving. Dus we hebben veel redenen om eraan te werken. Mm-hmm. En veel reden voor de mensen om vooral te melden. Ik zeg het nog maar een keer. Ja, want op het moment dat u ergens een inval doet, dat u een drugslaboratorium aantreft, dan is bij u ook echt een zero tolerance beleid. Hè? Ik sluit het pand. Zoals bijvoorbeeld op het Albert van Hartweg, dat pand gaat dicht, punt. Ja, het signaal moet helder zijn. Dat is overigens ook een afspraak die we nationaal hebben gemaakt als burgemeesters, ook met het Openbaar Ministerie. Dat je ook echt even vanuit die openbare orde veiligheid, die daarmee echt aangetast is, ook naar de omgeving zegt van wij geven daarom. We vinden dat belangrijk om daarvoor te staan. En daar hoort ook onder andere daarmee zo'n signaal als we moeten het pand sluiten. Ook om te voorkomen dat zo'n pand bekend gaat staan als een drugspand. En dat je daar je foute zaken wel kan doen. Ja, ja, want er zijn best wel wat invallen geweest de afgelopen tijd. En u bent ook, weet je maar, u neemt naast de bestuurlijke maatregel van sluiting ook andere maatregelen. Hè? Drugs verkopen op straat en pak is ook een bestuurlijke maatregel. Hoe werkt dat? Hoe zit dat in elkaar? Ja, we zijn als Zuidplas behoorlijk vernieuwend bezig. Juist ook omdat ook drugshandel natuurlijk overlast, maar ook soms risico's met zich meebrengt. Risico's die ik voor het brede publiek niet genomen wil zien worden. En daarmee hebben we naast natuurlijk het strafrechtelijk traject, wat voor politie en openbaar ministerie is, hebben wij hier een vernieuwing doorgevoerd. Dat ik zeg, nee, ik wil ook een bestuurlijke maatregel treffen in het belang van dus opnieuw van die openbare orde veiligheid, de veiligheid van onze inwoners, door te zeggen, u krijgt lik op stuk direct een dwang onder, last onder dwangsom uitgereikt, wat zoveel wil zeggen. Als u de volgende keer gepakt wordt, dan kunnen wij direct €5.000 van u afnemen, boete afnemen. En bij herhaaldelijk kunnen we dat bedrag zelfs op laten lopen tot €20.000. En we zien dat dat wel effect heeft, want ja, dat is ook voor een drugshandelaar toch vervelend als hem als het ware zijn winst direct afgenomen wordt. Is zo'n dwangsom dan ook te innen? Ja. Ja, we zien vaak overigens dat we diezelfde mensen, die studenten, niet meer terugzien. Dat is de grootste winst, want daar was het immers om begonnen. Maar daar waar het gebeurt, zie je wel degelijk, omdat er uiteindelijk wel een naam en een rugnummer bekend is. Mm-hmm. En dan gaan we er ook echt achteraan om het geld geïn te krijgen.